Marcus Santing, jongen van de club, dat kunnen we wel stellen. Want eigenlijk vanaf jongs af aan opgegroeid met Hoogeveen, hè? Ja, vanaf 4-5 jaar speel ik hier altijd al en tot nu toe ook nog steeds. En dat Hoogeveen gevoel is ook een beetje gegroeid binnen de familie, hè? Want ja, je vader Jurrie is eigenlijk van oorsprong een Hodelman. Ja, vroeger toen wij klein waren en op zaterdag voetbalden, toen gingen we altijd met hem zondag mee naar Hodo. Alleen sinds dat wij wat ouder zijn en hij zelf niet meer voetbalde, is hij ook altijd bij Hoogeveen gekomen. Als je het over clubcultuur hebt en qua sfeer, en ik denk dan aan Hodo, en zeker ook in die tijd, was dat ook wel een beetje vergelijkbaar. Hè? Want ja, Hodo had in die tijd ook een prachtig elftal. Ja, in die tijd dat, dat Hodo altijd meedeed in de eerste, misschien tweede klas. Ja, toen zat de kantine net zoals hier altijd goed vol en dat was altijd een echte volksclub. En dan groeit dat uiteindelijk. Hè? Je moeder is natuurlijk, Ike, ook heel erg fanatiek bij de jeugdafdeling. Het leek wel met het jaar, werd het steeds fanatieker ook, hè? Ja, ik denk het wel. Op een gegeven moment begon ik ook met trainerschap en Edwin die pakte ook nog wat trainingen op bij de jeugd. Ja, zo kwam iedereen wat verder en mijn vader nog bij de supportersvereniging. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, en dan kan ik me voorstellen, als je dan met elkaar thuis zat met z'n viertjes, dat het dan eigenlijk alleen maar over voetbal ging? Nou, in het weekend sowieso en vaak op de trainingsavonden. Nou, hoe was de training en dergelijke? Ja, dus eigenlijk voetbal, VV Hoogeveen kwam vaak aan het woord. Als we terugkijken naar jouw jeugdperiode bij Hoogeveen, dan kunnen we niet stellen dat dat de hoogtijdagen van de vereniging waren qua jeugd. Hè? Want het ging destijds, zeker toen jij in die F'jes speelde, met de vereniging wat moeizaam. Ik geloof dat er nog maar 4 of 5 F'jes waren. Nou, dat is voor mij al heel lang geleden, maar het kan wel zo zijn dat ik toen ik begon in de F4 begon volgens mij. Nou, dat was volgens mij toen wel het laagste team wat er was. En als je vergelijkt met nu, gaat het nu wel een stuk beter. Ja, want eigenlijk op het moment dat jij zelf min of meer ook training ging geven, toen kwam er steeds meer beleid ook in de club, mede dankzij de gebroeders Reinders onder andere. Ja, ja, toen kwam er ook voor de trainers ook cursussen en avonden dat wij bij konden leren. Ja, toen kwam er meer beleid door met name Henry en Rudy. Ja. Wat spreekt u aan het trainen van de jeugd? Want je bent er al heel jong mee begonnen. Daar moet toch iets van in je zitten dan, denk van moh. Ja, ik ben ook nog met school begonnen met de ALO sportopleiding. Helaas niet afgemaakt, maar vanaf het begin vond ik het mooi om te zien hoe jonge spelers leren van een trainer. Ja, en ook hoe ze zich ontwikkelen dan, hè? Want hoe groot het verschil dan wel eens kan zijn tussen het begin van het seizoen en het eind van het seizoen. Hè? Ja, dat met name. Als je in het begin ook vooral vanaf de D'tjes, C'tjes, dat je ze ook echt tactiek kunt leren en dat ook ziet aan het eind van het seizoen wat er allemaal uitkomt, ja, dat is heel mooi om te zien. Als we het hebben over moeilijke jaren, dan kijk ik ook even naar je debuut bij Hoogeveen Zondag. Het was op zich nog in de tijd met Barry Zandink. Toen het nog goed ging en via de nacompetitie regelmatig gehandhaafd werd in de hoofdklasse. Maar het was elke keer wel behulpen, want het was elke keer strijden tegen degradatie. Ja, we hebben volgens mij 3-4 jaar achter elkaar nacompetitie gehaald voor degradatie. En elke keer zaten we er maar in tot het jaar dat we gingen degraderen. Nou, en dan is het moeilijk om ook uit de eerste klasse te komen. Is dat misschien jouw grote pech ook wel een beetje geweest? Want als ik nu sommige jonge jongens zie die in een goed draaiend elftal komen, ja, dan gaat het allemaal net even wat makkelijk. Ja, misschien wel. Ik had toen wel veel ervaring rondom mij, dus die hebben mij heel veel bijgeleerd. En ja, wat je zegt, dat het met beter elftal, beter voetbal, beter beleid ook, dat je zo beter kunt instromen. Toch even een kritische noot, niet over jezelf, maar misschien wel een beetje over de club. Van eigen jongens, die hebben het altijd lastig. Heb je dat gevoel ook, of zeg je van, sommigen zijn gewoon beter? Nou ja, dat sowieso. Je hebt gewoon spelers die komen van een hoger niveau, die passen zich makkelijker aan, met name in de voorbereiding. Maar het is wel zo, je ziet nu ook weer 4, 5, 6 spelers die van een jeugdhelft of van de FCM of PEC Zwolle komen. Ja, dan wordt het voor eigen jeugd wel heel moeilijk om daarin te passen. Ja, want we hebben natuurlijk ook jongens erbij zien komen die achteraf waarvan dachten van nou, dit voegt niet zo heel veel toe. Nee, dat klopt ook. Dit seizoen valt het wel mee met de komende mensen die komen. Die hebben goed gevoetbald, maar er waren ook een paar jaar dat er 2 of 3 spelers bij kwamen. Die voegden niks toe en op een gegeven moment komen ze in 2 en zijn ze weg. Ja, en dan kwam jij weer bovendrijven en dan kwam je uiteindelijk toch wel weer aan het spelen toe. Ja, dat is het voordeel als je op meerdere posities kunt spelen. Je komt er op een gegeven moment met schorsingen, blessures, kom je er altijd wel weer in. Ja, voor- en nadeel, denk ik. Ja, voordeel dat je veel speelt en nadeel dat je op heel veel plekken tegelijk komt te spelen. Ja, en dat is ook gewoon voor jezelf heel moeilijk om op een vaste positie wat beter te worden.
Maar goed, uiteindelijk wel het wel over dat clubgevoel. Ja, dat blijkt nu ook. Je maakt nu de stap naar Hoogeveen Zaterdag. En ja, laat belangstelling van andere clubs eigenlijk links liggen. Ja, ja, ik speel nu gewoon met jongens waar ik vanaf de D'tjes gewoon het hele seizoen mee heb gevoetbald. Dat zijn gewoon goede vrienden en nou, daar kunnen wij een heel mooi seizoen van maken. Ja, je zou een mooi seizoen kunnen maken en ik denk steeds verder. Ja, tuurlijk, nogmaals, een kampioenschap krijg je niet zomaar. Hetzelfde geldt voor promotie. Maar als ik deze selectie zie, ja, die is op zich tweede klas waardig, denk ik. Ja, de vorige selectie van het afgelopen seizoen heeft al laten zien dat zij heel ver kunnen komen. En nu met een bredere selectie, misschien kwalitatief ook veel een betere selectie, dat je gewoon mee kunt draaien om de, in ieder geval een promotieplekken. Ja, is wat jou betreft ook wat makkelijker te combineren? Nu ook misschien wel met je werk, dat je maar twee keer in de week traint, zaterdags niet verre uitwedstrijden hebt? Ja, ik zat heel vaak op de maandagavond dan met name met cursus en dan mis je gewoon een belangrijke training. En vaak op een woensdag was ik vaak afwezig en nu op dinsdag en donderdag komt het beter uit. Kortom, Marco Zanting blijft lekker behouden voor de club en gaat mooie tijden met Hoogeveen Zaterdag tegemoet. Ja, we gaan er een mooi seizoen van maken.